We staan hier met Peter Warman van Nieuwzoo. Je hebt een speciale verbintenis met Brandon Games Festival. Wat is dat voor verbintenis? Ik voel me er een klein beetje de papa van eigenlijk. Je bent de papa van de games? Niet papa van de games, wel van dit evenement, dat denk ik wel. Hoezeer ben jij de papa? Wat heb je precies gedaan voor dit festival? Kijk, wij als Nieuwzoo, wij zitten op het gebied van game advertising. Wij wilden een event organiseren. Je had de Festival of Games, heel groot in de gamingwereld, wilde ook dit onderwerp een plek geven. En het IAB wil ook meer dit onderwerp wat doen. Ik merk dat er 3 mensen bezig waren met een event organiseren. En ik heb gezegd, dit gebied is nieuw, nog niet heel groot. Laat het gewoon 1 keer goed doen in plaats van 3 lossen. Dus ik heb het op me genomen om de inhoud te organiseren. En daar staan we nu. En waar staat Nieuwzoo voor als start-up? Een start-up 11 maanden geleden begonnen. 1,5 jaar daarvoor zat ik zelf bij een game, Virtuele Wereld, Ecky. Je hebt Lost Boys gezeten ook? Lost Boys gezeten, 5 jaar lang. Ja, dus 11 jaar internetervaring. Uiteindelijk werd ik overvraagd door adverteerders die in de war waren door wat je allemaal met gaming kon en de groei van gaming. En dat heb ik eigenlijk aangepakt om daar helderheid in te bieden. En dat achternaam is ook Warman, wel heel mooi gekozen. De achternaam is Warman en bijnaam Warhoofd, dus dat helpt. Warman, Warhoofd en de beste games zijn ook een gebied van war. Wat mijn game genre is, wat ik speel. Ja, hoe zie jij die visie en de toekomst van gaming online? Nou ja, iedereen leest natuurlijk overal dat gaming, dat iedereen gamet. Geen jongeren, geen ouderen. Dat er heel veel uren in gaat zitten. Meer dan kranten misschien wel. En wat ik als visie heb, ik wil graag dat marketeers hetzelfde behandelen als dat zij nu ook traditionele kanalen behandelen. Ze weten enorm veel wat... Ze weten veel wat uitleggen, trainen, workshops. Nou, de core missie van Nieuwzoo is een online marktplaats lanceren waar vraag en aanbod bij elkaar komt. Adverteerders en mediebureaus bladeren door game developers, game portals en vinden op hun doelstelling doelgroep wat voor hun relevant is. Maar toen wij adverteerders bij elkaar hadden, zeiden ze ho Peter, er zijn nog andere meer basisdrempels die we eerst moeten oplossen voordat ik mijn baas zo gek krijg om hier nog meer in te gaan investeren. Wat zijn bij marketeers nou populaire games of game varianten? Zijn dat de puzzels, de Pac-Mans of de RPG's? Het populairste is gewoon zelf een flashspelletje maken, want dat is natuurlijk leuk. Echt volledig je merk branden in de vorm van een spel. Ja, en dat vinden ze leuk. Het is ook relatief makkelijk, omdat je geeft je opdracht aan jouw reclamebureau, creatief bureau. Zij maken een game. Dat gaat in de markt. Het is wat moeilijker als je bewust moet kiezen welke bestaande games in jouw doelgroep populair zijn. En om daarin te zitten. Dat vergt iets meer informatie, iets meer inzicht. En dat is juist wat wij Nieuwzoo willen geven. Vind je dat de online marketeers games goed inzetten? Als je kijkt naar conversie en het gebruik van games? Nou, 50-50. Ik denk dat er veel voorbeelden zijn, met name in advergames maken, flashspelletjes, waarbij het doorschiet naar... een automatisme om een gamepje te maken en men verwacht gewoon automatisch succes. Game om een game en kom erop met die conversie. Ja, precies. Want er zijn genoeg cases waarbij de resultaten zijn super. Want goed ingezet, of je nou adverteert in een game of een game maakt, dat kan echt super zijn. Maar nu wordt het te makkelijk soms gedaan. Resultaten niet goed gemeten, doelstellingen niet goed gekwantificeerd. Ja, en dan kom je in een probleem waardoor je in experimentele budgetten blijft hangen ook. Bij een adverteerder. Tot slot, wat is nou, als we kijken naar de visie en de goede toekomst van online gaming en gaming en advertising, wat is nou de hype en het succes in de toekomst als je kijkt naar gaming en marketing? Alles online. Dus, en dan bedoel ik dat waar bejaarden in de krant puzzeltjes maakten, doen ze dat online. Ik bedoel het, cd'tjes die je koopt, je sluit ze aan, die gaan ook online. En dat geeft een breder bereik. En dat is wat adverteerders willen. En over de hele breedte van doelgroepen, genres. En dat maakt de groei van adverteerders. De mogelijkheden gaat nog sneller dan de gamingwereld zelf. Dan de allerlaatste, je praat over bereik. Maar de overstap van bereik naar conversie, het meest spannende voor online marketeers. Hoe zie je dat in gaming? Ten eerste is niet iedereen op zoek naar conversie. Er zijn campagnes die gewoon, er is een nieuwe film uit, dat wil je alleen maar laten weten. Dus dat is prima. Conversie in de zin van... eyeballs, zeg maar. Eyeballs of sales. Ik heb vandaag cases gezien bij de Rabobank met het openen van rekeningen met concrete resultaten. Gewoon sales. Rabobank helemaal blij.
En als ik naar Wacom kijk of Xylem en die conversie click-through rates van 11%, 13%, dan denk ik dat dat een veelvoud is van wat tot nu toe gehaald wordt met andere middelen. Dan de allerlaatste vraag. Wat is voor jou nou het voorbeeld van een succesvolle gaming advertising campagne? Mag ook van een tijd geleden zijn. Dat is een goede vraag. Er spoken er 10 tegelijk door mijn hoofd. Wacom. Navarro. Ik moet eerlijk zeggen dat ik iets als de dingen die Rabobank met Anubis Game doet, die eBay met Codemasters doet, die zowel in de game zitten geïntegreerd als in hun marketing in de gewone wereld het gamemerk gebruiken, ja, daar houd ik van. Als je dat durft te combineren, dus niet alleen maar adverteren, maar ook samen events, samen marketing doet. Als je dat combineert, ja, dat vind ik echt stoer. En dan hou je alles uit. En dat zijn twee voorbeelden daarvan. Oké, dankjewel Peter Warman. Heel veel succes. Ja, dankjewel.